Ruud Brood, beetje genoten van de periodetitel? Ja, heel kort. Dat weekend. Jij bent niet iemand die snel de stad in gaat? Nee, wat moet ik daar doen? Klein drankje doen op de overwinning en periodetitel? Nee, dat kan hier ook. Laat de jongens maar lekker genieten met de supporters en iedereen. En ja, wij hebben het hier besloten gehouden en dat was hartstikke goed. Je hebt 2 weken rust gehad inderdaad. Waar heb je de afgelopen 2 weken de accent op gelegd? We hebben natuurlijk wel twee vriendschappelijke wedstrijden gehad. Eentje met onder 21 en eentje in Brugge. Dus daar kan je ook wel weer de jongens die zeg maar weg waren, die maken hun minuten. En wij maken onze minuten met onze eigen jongens. En de accenten is natuurlijk dat ze ten eerste instantie goed herstellen na zo'n periode. Dat ze ook wel weer hun fysieke belasting krijgen. En in de wedstrijden proberen we. Het was ook wel goed om tegen een andere tegenstander zoals Brugge met een ander systeem. Dus dan kun je weer wat accenten leggen op tactisch gebied. En dat is ook wel weer leuk om te zien. Je miste daarbij wel redelijk wat internationals. Allereerst, hoe zijn die teruggekomen? Ja, wel goed. Wel goed. Als ik het zo bekijk, ze hebben natuurlijk een behoorlijke periode zijn ze weg geweest. Maar ze zijn allemaal wel inzetbaar. Maar je kunt ze niet gebruiken tijdens de training de afgelopen 2 weken. Is dat lastig voor een trainer? Omdat je natuurlijk met de 2 broertjes Ilic en Boussaïd 3 basisspelers hebt die erin stonden tegen NEC. Ja, maar dat is niet anders. Hè. Aan de andere kant is dat heel mooi dat er jongens worden opgeroepen. We hebben ze wel in de laatste trainingen kunnen gebruiken, maar ik snap wat je bedoelt. Het zij zo. En hopelijk hebben ze de positieve ervaringen of hun ervaringen. Nemen ze die mee naar ons toe en dan moet dat een beetje resulteren naar de wedstrijd toe. Dan komt er nu een drukke periode aan met morgen Eindhoven, daarna de Graafschap en dan volgen er nog redelijk wat aantal andere wedstrijden. Vraagt dat nog een andere voorbereiding? Niet zozeer. In aanloop naar een wedstrijd niet, maar wel daartussen gezien de trainingen. Daar moet je wel rekening mee houden. En dat je inderdaad in een korte tijd hoge pieken gaat krijgen in de fysieke belasting. Maar dat is ook wel weer leuk. Dus dat is ook wel weer een uitdaging. Aan de andere kant hebben we dat de vorige keer ook gehad. Dat we in een korte tijd veel moesten spelen. Nu komt de beker eraan, einde van de maand. Maar ik merk aan de jongens dat ze simpel gezegd naar de eerste volgende wedstrijd toe leven. En that's it. Het voetbalt ook wel wat lekker natuurlijk als koploper. Ja, zo wordt er nog niet eens gekeken. Het voetbalt, het moet nog blijken. We hebben ook gezegd, weer een nieuwe periode. Begin je weer opnieuw en moeten we er alles aan doen om ook deze periode trachten te winnen. Bekijk je het echt zo per periode? Want ja, wat ik zeg, je bent nou periodekampioen. Je kunt zeggen, die tweede periode, het maakt me niet uit. Ik kijk natuurlijk liever naar het hele seizoen natuurlijk, de lange termijn. Nee, we kijken clichématig kijk je naar de eerste wedstrijd die komt en dat is Eindhoven. En daarnaast roep ik altijd, als je alle periodes goed doet, dan ben je aardig op weg. Dus waarom zou je deze ook niet willen winnen? Mogen dan inderdaad, wat je al zei, Eindhoven. Die begon heel goed. Toen ging Van de Bomen weg, toen werd het wat minder. Maar staan er nog steeds redelijk voor. Lastige tegenstander. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, je zegt dat goed. Wat ik heb begrepen, hebben ze thuis nog niet verloren. Hebben ze behoorlijk resultaat gehaald. En in de laatste wedstrijden herpakken ze zich aardig. Ik weet ook wel dat ze wat wisselingen toe gaan passen. Dat heb ik ook begrepen. Dus ja, we zullen moeten afwachten hoe ze daar komen. Tot slot, het was voor ons lastig te zien, maar stond je ook nog in zo'n pak bij het paintballen? Ik was meestal aan het rennen, maar dat was wel heel leuk. Mooie activiteit met die jongens en tegelijkertijd heb ik maar zo'n geweer meegenomen voor de trainingen, dus daar kan ik ze ook nog een beetje achterna. Dankjewel, succes morgen. Ja, dankjewel.